De beste e-booklezer voor je laptop is de softwareversie van Kindle van Amazon. Het enige probleem is, hij leest in principe alleen maar e-books die je hebt gekocht op Amazon.com. Maar er is een manier om ervoor te zorgen dat hij ook e-books van andere websites en van andere online shops kan lezen. Dat is door de bestanden die je daar downloads te converteren naar een bestandsvorm die Kindle wel verstaat. En we gaan daar een andere e-booklezer voor gebruiken, namelijk Calibre. Dat programma is niet zo spectaculair als je het ziet in termen van de leesinterface. Maar er zit wel een handige conversiemodule in en die gaan we nu gebruiken. We gaan beginnen met een pas gedownload boek toe te voegen aan de bibliotheek van Calibre. Openen. Dan duurt het even wanneer het wordt binnengehaald en dan zit het boek hier in je lijst. Ja. En dan gaan we onmiddellijk over tot de conversie. Dus je selecteert je boek, klikt hier op boeken converteren. Zorg ik er even voor dat het dialoogscherm in het volledige beeld past. En het belangrijkste element hier is het uitvoerformaat. Dat staat al juist op Mobi, dat is een formaat dat Kindle begrijpt. Maar je kunt het ook exporteren naar bijvoorbeeld een PDF of naar een ander formaat. Waaronder EPUB, maar we hebben het in EPUB versie gedownload. Dus je zet op Mobi en klikt op OK. En dan wordt de conversie onmiddellijk uitgevoerd. Het enige wat we nu nog moeten doen is het geconverteerde bestand overbrengen naar de map op je harde schijf waar Kindle zijn bibliotheek van boeken uit betrekt. En dat doen we door terug het boek te selecteren, met de rechtermuisknopper op te klikken, op schijf opslaan, en dan bewaar alleen Mobi-formaat op schijf. En dan komen we in dit geval terecht. Ik kom in dit geval uiteraard onmiddellijk terecht op de juiste map, omdat ik ze al gebruikt heb. Maar de map die je dan moet kiezen is onder mijn documenten. Wordt er automatisch, als je Kindle hebt gedownload, een map van My Kindle Content aangemaakt. Klik map selecteren en dan duurt het eventjes. En wordt je boek naar die map overgezet. Het allerlaatste wat je nog moet doen is ervoor zorgen dat de inhoud van die map die Calibre heeft aangemaakt, dat die gewoon bovenaan ligt in de hoofdmap met een klassieke knip- en plakbeweging. Zo, en de volgende keer dat je Kindle dus opstart, zit je boek ertussen. Dit was een workshop voor Kliks en ik was Ronald Meus.